Zoveel regen. Dat kon het riool in de wijk Zaandelft in Assendelft niet aan. Binnen de kortste keren stonden de straten blank. En in de tunnel onder het spoor leek het wel een zwembad. Ja, je zou bijna denken dat er iets niet goed is met de riolering. Dat is natuurlijk wel het diepste punt hier, dus alles stroomt dan hierheen. Maar bij mij, ik woon iets verderop, dan, daar staat ook gewoon 10 centimeter water tot over de stoepranden heen. Ja, het moet ergens heen. Dat is het laagste punt. Dat is denk ik hier. En hoe nat zijn je schoenen? Heel nat. En je broek? Nee, die was vanochtend al nat en nu nog steeds. Je haren zitten nog wel cool zo te zien. Schoolfoto's vandaag. Iets verderop, in Krommenie, was het ook een groot waterbelet. Kelders liepen onder. Voor de Velzer tunnel stonden lange files. De tunnel was lange tijd dicht. Door een stroomstoring deden de pompen het niet, waardoor het regenwater in de tunnel bleef staan. Automobilisten moesten op een andere manier aan de overkant van het Noordzeekanaal zien te komen. Bijvoorbeeld met de pont Buitenhuizen. Ik ben vanaf 10:30 bezig om aan de andere kant te komen. Zo lang al? Ja, want ik heb daar een tijd vastgestaan. Ik heb het geprobeerd via de sluizen van IJmuiden. Maar er waren ook wel tunnels onder water gelopen in IJmuiden zelf, dus ik ben weer omgekeerd. Ik ben onderweg naar het ziekenhuis voor mijn man en die was met de ambulance richting Beverwijk. Ik denk, dan pak je Beverwijk en dan moet naar Purmerend. Het is eigenlijk een prachtige dag, want wanneer maak je dit nou mee dat je 30 centimeter water op de straat hebt? Dat is toch schitterend.